Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een hele leuke toren maken. Echt een leuk bloemstuk gaan we maken. We gaan hem helemaal zelf maken. Dus ik frame ook zelf. Ik gebruik daarvoor stiropper taartjes. Die gaan we mooi bekleden met mooi natuurlijk materiaal. Dus ik zou zeggen, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Mocht je me nog niet volgen op Facebook of Instagram, kan je me daar ook volgen, want er komen regelmatig extra video's online en dat deel ik altijd daar. En het is altijd wel met de voorraad op is op, dus mocht je dan niks willen missen, dan kan je me daar volgen en anders alles goed in de gaten houden. Goed, we gaan gauw beginnen. Hier komt straks een stitch van taartjes, dus waar we bloemen in verwerken. Maar voordat we dat doen, gaan we even de zijkant bekleden. En daarvoor gebruik ik dit mooie touw. En ik zet het gewoon vast met lijm. Kijk hoe leuk dit is. En de onderzijde doen we alleen de buitenzijde en een klein beetje naar binnen. Dan pak ik een stitch van het kaartje en van mij mag die iets kleiner, zodat de bloemen er wat meer binnen vallen. Mag het wel iets uitsteken, maar ik wil dat niet te veel. Dus ik snijd er even een klein stukje van af. Maar vind je dat wel mooi, dan kan je dat gewoon omheen laten, wat je zelf mooi vindt. Kan er straks zo tussen. Deze kan er later weer bij op. Eerst gaan we de zijkant mooi vullen met bloemen. Je kan hiervoor zelf kiezen welke kleur jij mooi vindt. Die steek ik er mooi compact in. En ik let goed op de verdeling. Thank you.
Dan vind ik het nog even mooi om toch nog een gerbreid toe te voegen in de oranje kleur. Want het haalt helemaal een mooi bloemstuk op. Daarvoor is het altijd belangrijk dat je even voorsteekt en de insteek er dan even opnieuw aansnijdt. Zo kan je het langst van genieten. Kijk hoe leuk dit lijkt. Deze komt er zo bovenop. Echt prachtig. Hoe mooi. Ik vind het zelf ook nog even leuk om wat vlindertjes toe te voegen, want het is wel echt zomer, vind ik. En die kan je er gewoon eigenlijk tussen steken of die kan je ook erop lijmen. Dat lijkt ook heel erg leuk, naast de schelpjes en ja, het geeft toch een zomersfeertje. Ik kan het eigenlijk gewoon een beetje verdelen. Heel bloemstuk. En dan is dit het bloemstuk geworden. Echt heel mooi, zomers en leuk. Kijk dan, hoe prachtig. Je kan het natuurlijk zelf helemaal decoreren zoals je het zelf leuk vindt. Ik heb nu wat vlinders en wat schelpjes gedaan. Maar je kan ja, eigenlijk helemaal doen zoals je zelf wil. Vind je dit nou te bont en denk je, ik hou van wat rustigere kleuren. Je kan hem in de gewenste kleur bestellen. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt het onder ook op je cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan hoop ik dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Vergeet me vooral ook niet te volgen op Facebook of Instagram. En dan zien we de volgende keer weer.